BZV geheim onthuld, Yvonne staat in de berm te wachten. De afgelopen weken vroeg menig boer zoekt vrouw kijker zich wellicht af hoe het toch komt dat presentatrice Yvonne Jaspers er altijd als de kippen, ha, bij is wanneer er bijvoorbeeld een deelnemer dreigt te vertrekken tijdens de logeerweek. Wat blijkt? Ze zit stiekem in een berm te wachten uitroepteken. Eerder deze week zat cabaretier Mark-Marie Huibrechts bij Bo aan tafel om te praten over het afgelopen Boer zoekt vrouw seizoen. Deelnemer Jelte zat er ook bij, en die kreeg later nog een sneer van zijn Annemiek. Mark-Marie vroeg zich af hoe het toch kan dat Yvonne altijd op het goede moment aan komt zetten en besloot de makers te bellen. Het afgelopen seizoen zagen we het meerdere keren gebeuren. Yvonne die plots, uit het niets, het erf betreedt. Precies op het moment dat iemand bemoedigende woorden of een spreekwoordelijke schop onder de kont verdient. Neem bijvoorbeeld deelnemer Erik. Die besloot na een gesprek met Annemiek om toch maar weg te gaan. Opeens komt Yvonne de trap op om Erik, heel subtiel, te vertellen dat hij het niet op moet geven. Heeft hij dat inmiddels wel gedaan? Hoe kwam Sneaky Yvonne zo snel in actie? Mark-Marie vertelde in geur en kleur hoe Yvonne dit toch steeds flikt. Wat blijkt? Er is de hele dag uiteraard een cameracrew aanwezig tijdens de logeerweek. Wanneer er ophef dreigt aan te komen of sensatie in zicht lijkt, krijgt Yvonne een seintje dat ze even heel snel plankgas richting het erf moet scheuren. Ga rijden, Yvonne. Volgens Mark-Marie moet ze dan in de auto haar make-up en haar doen om vervolgens op veilige afstand ergens in een berm te wachten. Mocht het dan toch gebeuren, kan ze meteen toeslaan. Als het onverhoopt toch niet fout gaat, druipt ze weer af zonder dat iemand het doorhad. Ze staat voornamelijk in een berm te wachten.